Het is vandaag vrijdag de 13e. En we gaan eens aan de mensen vragen of ze nog in vrijdag de 13e geloven. Nee, eigenlijk niet. Ik ben op de 13e jarig. En ook als het vrijdag de 13e is, is het altijd goed. Dus je hebt het nooit al slecht ervaren? Nee, totaal niet. Het is vrijdag de 13e. Bent u daar bang voor? Ik ben ergens bang voor. Nee, joh, het is allemaal prima. Het is een gewone dag, het is mooi weer. En we doen maar een beetje voorzichtig, denk ik. Hoi. Hoi. Mevrouw, vrijdag de 13e, wat betekent dat voor u? Voor mij betekent het vandaag dat ik jarig ben. Dus ik heb net hier bij de DK drank ingeslagen. En u bent niet bang voor vrijdag de 13e? Nee, we hebben vanavond een horrorfeestje. Voor mijn verjaardag. En dat eindigt altijd goed? Dat gaan we vanavond zien. Meneer, het is vandaag vrijdag de 13e en loopt de zwarte kat over. Wat doet u dan? Aaien. Aaien en of we naar de kapper brengen om te laten knippen. Dus u bent niet bang voor vrijdag de 13e? Ik ben niet bang voor vrijdag de 13e, brengt mij altijd geluk. Zon gaat schijnen, geen regen, dus hoe mooi kan dat worden allemaal. Vrijdag de 13e, bent u bang voor zwarte katten en dergelijke? Nee, helemaal niet. Ik woon al meer dan 40 jaar op nummer 13. Ik heb een kind gekregen op de 13e, dus het is mijn geluksgetal geworden. Maar het is wel vrijdag de 13e. Ja, nou die gaat ook weer over, helemaal goed. Mevrouw, vrijdag de 13e, zwarte katten, toverheksen, noem maar op. Betekent dat wat voor u? Nou, toverheksen niet. Zwarte katten, ik heb zelf een zwarte kat gehad. En ik loop niet onder een ladder door. Maar ja, goed, dat hoeft niet specifiek vrijdag de 13e te zijn. Maar vandaag heb ik dat helemaal niet. Mevrouw, vrijdag de 13e. Zwarte katten en andere narigheid. Telt het ook voor u? Nee, ik heb er geen problemen mee. Gewoon onder de ladder doorlopen, zwarte katten. Ik vind het allemaal best. Nou, eerlijk gezegd heb ik er totaal nog niet bij nagedacht. Ik heb vanmorgen de kalender afgescheurd. En niet tot me doorgedrongen dat het de 13e was. Dus ik heb daar ook nooit van die bepaalde gedachten bij. Dat er iets mis zou kunnen gaan of zo. Dus voor u is een dag gewoon een dag als elke dag? Eigenlijk wel. Ja, misschien heel saai, maar eigenlijk is het zo wel. Vandaag is vrijdag de 13e. Hebt dat bepaalde associaties voor u? Eigenlijk niet. Nee, geen enkele. Het spreekt niet echt apart aan, nee. Dus u bent niet bang voor zwarte katten en dergelijke? Nee, daar heb ik geen last van dat we daar. Nee, eigenlijk niet. Ik heb zelfs een zwarte kat gehad. Ja. En daar gebeurde niks mee op vrijdag de 13e. Nee. Dus. En een ladder? Hebben we die? Nee, hebben we een ladder ook niet. Nee. Dan lopen we gewoon onderdoor. Maakt niks uit. Zelfs op vrijdag de 13e. Trouw vrijdag de 13e, betekent dat wat voor u? Het is een oud gezegde. Ik denk er niet bij na. Ik ga niet dingen afzeggen omdat het vrijdag de 13e is. Dat niet. Nee. Dus u bent niet bang voor een zwarte kat of onder een ladder door te lopen? Absoluut niet. Maar ik doe het niet. Ik loop niet onder een ladder door. Dat heb ik nooit gedaan en dat doe ik ook niet. Dus dat heeft niks met het geloof in vrijdag de 13e te maken? Misschien wel, maar nee, dat doe ik niet. Ik loop niet onder een ladder door. Wat vindt u van vrijdag de 13e? Bent u bang voor zwarte katten bijvoorbeeld? Ik niet. Ik hou van de katten. Nee hoor, ben ik niet bang voor. Ik ook. Rooie vind ik het mooist eigenlijk. En onder een ladder doorlopen? Nou, dat doe ik liever niet. Stel dat iemand bezig is en krijgt een emmer op je hoofd. Nee, dat gaan we niet doen. Maar heeft dat met de 13e te maken, bedoel je? Nee, absoluut niet. Nee. Heeft niks met de 13e. Daar heb ik ook niks mee. Geloof ik ook niet zo heel erg. Dus we kunnen het wel afschaffen? Wat mij betreft wel. Ja, wat mij betreft ook. We zijn erg nuchter.